Jongens, wie heeft er een vraag? Hoe heb je geleerd blindschaken? Blindschaken begin je al gelijk. Ja. Nou, ik heb dat niet echt van iemand geleerd, maar ik heb dan gewoon een bord, een schaakbord in mijn hoofd en dan zie ik daar alle stukken op. En ja, ik heb dat niet speciaal geleerd of zo, maar zo doe ik dat in ieder geval wel. Dus gewoon ja, bord in mijn hoofd en dan daarop de zetten uitvoeren en dan zo goed mogelijk proberen te onthouden. Maar is dat niet moeilijk? Want kijk, je weet niet welk stuk je aanraakt. Want je bent natuurlijk aan het blindschaken en dan zie je niet welk stuk je aanraakt. Dan moet je voelen. Ja. Nee, dat doen de blinde schakers. Daar hebben we wel eens een filmpje van gezien, hè? Die voelen het aan de stukken. Ja, nee, je moet het dan... Oh, ja, maar aangeraakt dus zetten. Ja, maar dat weet de tegenstander ook niet. Die kan ook niet in je hoofd kijken. Hoe heb je geleerd om te schaken? Ik heb het geleerd van mijn vader. En die heeft me gewoon op een bord laten zien hoe de alle stukken werkten. En ja, zo heb ik het geleerd. Ja? Ja? Zit je erbij? Hier dus club, zeg eens hoe die club heet. Waar je bij de bal. ZVV. Heb je daar gezeten? Ja, daar heb ik gevoetbald. En nog steeds? Nee, niet meer. Nee, het hit is daar ook begonnen. Daar was ik ook begonnen, maar nu ben ik er nog. Nou ja. Nou, wat willen we nog meer weten? In welke landen is je allemaal geweest? Duitsland. Ja, Duitsland. België. Rusland? Nee, Rusland niet. Het verste weg en het dichtste bij Rusland is Georgië. Dat is wel Amerika. Een beetje dichtbij. Amerika niet. Nederland? Ja, daar heel vaak. Ja, en daar woon je in. Thomas heeft ook aan meegedaan aan wereldkampioenschappen, toch? Aan de Europese kampioenschappen? Ja. In welke landen? Ja, Italië, Turkije. Denken. Ja, Georgië, dan Montenegro. Bulgarije, Griekenland. Ben je een keer wereldkampioen geworden? Nee. Maar. Ook niet eens Europees kampioen. Maar wel Nederlands kampioen. Hoeveel keer? Dus, ik zou zeggen 25 keer of zo. Misschien vaker. Maar. 100 keer. Nee, dat. Nee, maar hoe kan dat dan? Omdat je verschillende kampioenschappen hebt, hè? Scholen, zelf, teams met een club. Door wie is mat uitgevonden? Dat zou ik niet weten. Dat is weer geschiedenis, wat? Goed naar je moeder luisteren, printijten. Of toch andere dingen? Ja, het kan nooit kwaad, denk ik. Maar de stappenmethode is heel goed. Gewoon heel veel van die oefeningen daarvan maken. Dat... En je eigen partijen bekijken, is dat ook goed? Ja, dat is ook heel erg... Wat kun je daarvoor leren dan? Nou, kijken wat je allemaal fout hebt gedaan. En dan kijken of je bij de volgende partij dat niet meer kan doen en daarvan leren. Dat doe ik nu zelf ook nog steeds. Ben ik daar ook nog mee bezig. Dus. Welke kleur was jij? 7 jaar geleden. Ik was hier wit. Oké, toen was ik 1, volgens mij. Hey. Ik ook. Oké, jongens. We gaan kijken of Thomas de 3 gouden regels toepast, jongens. Ja. Wat zijn ook alweer de 3 gouden regels, Mats? Stukken eruit, koning veilig. En zo snel mogelijk ook hier. En pionnen centrum. Ja, heel goed. Oké, gaan we verder. Kijken of Thomas dat ook doet. Nou, dat komt al goed in de richting. Ik heb al 2 pionnen in het centrum. Kijk eens. Het ziet daar, want kijk, dat kan je meteen ook blokkeren. Precies. Een stuk gaan winnen. Een toren. Die kan hier een toren winnen, zo. Dat doen we een combinatie, dan werken de stukken samen. Hoe ga je hier een toren winnen? Ja, daar val je ook de toren aan. En hij staat nu in ieder geval gedekt, dus zwart kan hem niet slaan. Ik weet hem nog beter. Ja, maar goed, de toren kan nog opzij. En wat dan? Wat? Nee, de toren is weg. Waar is de toren? Ik weet een hele goede. Wat? Deze loper die zet je daar.
Ja, inderdaad. Ja, kijk jongens, wat gebeurt er nou? Let op, hier leer je wat van. Ja. Hij valt hem aan. Kunnen, en wij hebben de stutregel. Wat is de stutregel ook alweer? Lois? Van slaan. Slaan? Ja, hij kan hem niet slaan, die loper, want hij staat gedekt door het paard. En dan de T van... Tussenplaatsen. Kan ook niet. De U. U van... Uitwijken. Ja. Dat kan, want dekken, is dekken slim? Het van... Nee. Want, is al getest. Ja, dus hij moet uitwijken hier. Jongens, en nou gaat hij uitwijken. Ja, heeft maar één vel. Ja, die wou ik al zeggen. Ja. En toen? Heb je een slimme. En nou heb jij een slimme. Nou. Oh nee, even. Ja, ja. Als je nou... Oh, even. Die daar. Ja. Want kijk, dan val je die tamer. Dan zet je de tamer weg. Dan kan je toeslaan. Precies, een dubbele aanval. En dan wordt het nog erger natuurlijk. Want we moeten die dame doen. Natuurlijk. Die moet terug. Die moet terug. Ja, en dan sla je die toren. Ja, ja. En dan moet de dame weer gaan weg. De dame moet weer terug. Ah, en dan heb je gewoon die toren gewonnen. Oké. Wat doen wij voor eerste zet? Mats. Twee naar voren. E4. E5. E7, E5. Dat paard. Daar. Deze? Nee, andere. Ergens aan de andere. Ja, Lois. Lopen C4. Ja, hoe kunnen we die het beste verdedigen? Hidde, wat zou jij doen? Nou? Lopen in naar onder. Ja, in naar onderen, maar dan kan die andere lopen er niet uit. Dat is wel goed bedacht. Dat kan ik doen. Ja? Rokeren. Wij gaan rokeren. Paard F5. Ik sta paard maar F5. De plaats ook niet. Nee, wat nog meer? Niet? Uitwijken. Nee, ook niet. Dus wat geven wij nou aan Thomas? Een groot applaus. Met een hand, een Thomas. En als je doet een zet. Ja? Deze? Prima. En dan doet Thomas een zet. En als die dan weer langskomt, dan zit jij weer. Samen een hand geven. Weer de hand geven. Loosje de hand. Je mag elkaar helpen, jongens. Ja, je kan niet. Alles van gezin kan niet. Dat is het enige wat kan, Loosje. Die staat aangevallen. Die staat aangevallen. Oh ja. Ging die nog mat zetten? Die daar? Ja, daar. Nee, daar. Oh, echt? Ja. Nee, die daar is nog. Schaak. Daar schaak. Daar schaak. Daar schaak. Dame ervoor. Nee, wat wordt er zo geklagen, joh.